Hallo, welkom bij een nieuwe pamperroutine. Ik heb deze pamperroutine gevonden speciaal voor vandaag, want vandaag is het 11 november en Singles Day. Ik begin mijn pamperroutine met het aanbrengen van mijn haarband en het verwijderen van mijn bril. Daarna ga ik aan de slag met de Skin Science Cleansing Cream. Deze breng ik aan op mijn gezichtsborstel. En deze is super handig voor het cleansen van mijn gezicht. En dat doet echt heel erg veel deugd na een lange dag. Vooral omdat hij automatisch werkt. Hij werkt op batterijen en komt van Action. Dankzij mijn toffe haarband van Primark is ook elk haartje uit mijn gezicht verdwenen. Even mijn haar uit de staart halen. En dan ga ik mij uitkleden en mijn badjas aandoen. Vervolgens wrijf ik mijn haar in met kokosolie. En laat ik het water lopen van het bad. Natuurlijk kun je geen bad nemen zonder lush. Ik gebruik mijn lush product om bubbles te maken. Het is een prachtig nachtproduct uit de vorige kerstcollectie. Die ruikt echt super goed en laat mijn bad heel erg mooi oranje achter. Tijd om erin te stappen. In het bad gebruik ik mijn Zoella Cream Scrub. Op mijn handen en op mijn benen. Zodat de dode huidcellen verwijderd worden. Mijn benen scheren doe ik met dit handige scheermesje van Zeeman. Hier zit de scheervloeistof al in. Mezelf uit alle bochten wrijven. En dan nog genieten van het zalige bot. Tijdens zo'n zalige bad kom ik zo relaxed. Daarna was ik mijn haar met de Coconut Care Shampoo van Action en de OC Conditioner. Voor haar met een frizz. En laat ik het bad leeg lopen. Mijn haar afdrogen. Daarna laat ik mijn hand in deze hair towel drogen van Action. Badjasje aan. Dit is een Harry Potter badjas van Primark. Die is zo zacht tijdens de winter en herfst. Nog even mijn tanden poetsen met mijn Oral-B elektrische tandenborstel. Echt zo handig. Net trouwens niet op alle haren die uit mijn handdoek vallen. Vandaag lukte het aanbrengen van de handdoek niet zo goed.
tijd om mijn benen in te wrijven met de Body Lotion Snow Silky van Zoella. Ruikt super goed en daarna zijn mijn benen helemaal zacht. Echt een ideaal product voor in de winter. Nog even mijn sloeven aan, zodat mijn voeten warm blijven. Of pantoffels. En daarna breng ik terug mijn haar aan, want het is tijd voor een maskertje. Ik gebruik het handige Charcoal Peel-Off Mask en dat breng ik aan over mijn volledige gezicht. En dit prachtige hoedje smeer ik over mijn volledige gezicht. Het is wel een klein beetje een vies spul. Je handen zijn volledig zwart als je het masker gebruikt. En je moet het er toch in een dikke laag opleggen, anders ga je het er straks niet aftrekken. Maar het is wel een goed maskertje. Terwijl het masker droogt, ga ik even op mijn gsm mijn Instagram stories bekijken en een klein beetje lezen. Ook leg mijn pyjama klaar. En wat cozy sokken. Daarna is het tijd om rustig mijn maskertje af te gaan trekken. En zoals je kunt zien, vloot dat eigenlijk nog wel goed. Dit is echt het leukste gedeelte van een maskertje aanbrengen. Ook even de restjes afwassen. En mijn pyjama aantrekken. Dit is zo'n zachte pyjama, echt ideaal voor cozy evenings. Of voor lazy days. Mijn favoriete sokken, deze kocht ik ongeveer een jaar geleden bij Zeeman. En mijn warme pantoffels van Primark. S'avonds ga ik nog even bij het haardvuurtje zitten. Maak ik mezelf een lekkere chocomelk. Soms met poeder, soms met chocola. Daarna pak ik er wat chips bij. En eet ik die op terwijl ik mijn favoriete serie kijk. En ondertussen drink ik ook mijn chocomelkje op. Echt, ik ben dol op Gilmore Girls. Het is echt zo'n serie waar je gewoon naar kan kijken zonder te stressen. Zo, dit was het dan voor mijn pamper routine. Hopelijk genoten jullie ervan en nog veel plezier op deze Singles Day.